Mijn naam is Hein Aalers en ik ben hoofdredacteur van de Parelduiker. Ik sta hier voor het huis aan de Drie Grachten, waar in de oorlog boekhandel Balkema was gevestigd. De nieuwe bewoners hebben een aantal jaren geleden bij een verbouwing een onderduikplek uit de oorlog aangetroffen. En die plek heeft een aantal geheimen prijsgegeven. De boekhandel van Guus Balkema was in de oorlog een trefpunt van schrijvers. Hij gaf niet alleen reguliere, maar ook clandestine boeken uit onder de toonbank. Dit is dus die ruimte waar in de oorlog onderduikers zaten. En toen dit luik hier openging, een paar jaar geleden, troffen ze hier een matras aan en wat dekens, kranten nog vanuit de oorlog, maar ook het archief van boekhandel Balkema. En dat archief van Balkema dat bestond uit kasboeken, correspondentie met schrijvers. Veel schrijvers kwamen hier langs. Adriaan Roland Holst, Martinus Nijhoff, Vestdijk, Ida Gerhard, Willem Frederik Hermans. Hier zie je bijvoorbeeld in dat boek van 1939 onder Etty Hillesum ook de naam van Willem Frederik Hermans staan en wat hij op die dag kocht bij hem. Al dit materiaal leverde genoeg stof op voor een artikel in de Parelduiker. En hier gaat het in de Parelduiker om. We brengen de verborgen schatten uit de geschiedenis van literatuur en boek weer in beeld.